Yo mensen, Lucky Gravenel hier met vandaag de 24e aflevering van Dortmund Goes Hard. Maar eerst wil ik jullie... Ja, nou is al genoeg geweest. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de fucking 460 likes. En inmiddels alweer 466 volgens mij toen ik net keek. Op het vorige deel, ik ga er zo over verder. Eerst even, ik ging... handelen, maar ja, ik kan het niet, dat weet iedereen. Wat deed ik? Walcott en Delefeuille heb ik hier op rechts buiten gekocht. En dan transformeer ik ze voor 750 naar rechts midden en verkoop ik ze voor... Ja, je ziet het hier, die Delefeuille zet ik erop voor 2000. En die Walcott die werd al binnen 2 seconden gekocht voor 4800. Het is helemaal niet zo heel duidelijk wat ik allemaal aan het doen ben. Het gaat een beetje snel. Hier trouwens het bedrag wat je kunt winnen in divisie 4. Waar we nu dus in zitten. En onze eerste wedstrijd gaan spelen. Maar eigenlijk die Walcott. Je koopt die dan zeg maar voor 3600. Voor 750 transformeer je hem. En dan voor 4800 of 4900 verkocht ik hem binnen 3 seconden. En wat je dan hebt is eigenlijk... je hebt dan dus 300 of 400 coins winst. Nou, doe dat... 10 keer en je hebt 4k, weet je. Dat soort dingen. Maar eerst even deze wedstrijd. Dit, als je dit hier checkt. Dit is best kut. Ik kreeg een kans. Eigenlijk precies hetzelfde als die van hem. Maar die van mij ging er niet in. En die van hem wel. Maar deze goal van Menes. Echt, als je nu... Spoel hem alsjeblieft terug. Je moet eens kijken. Dan moet je eens nadenken op welke goal lijkt hij. Nou, dan denk ik dat je al heel snel denkt aan de goal van Sigtorsson tegen PSV. Die goal die leek daar zo ziek veel op van Sigtorsson bij Ajax-PSV. Dat was niet normaal. Maar deze gast, hij had 1 schot, 1 op doel, 1 doelpunt. Jullie kennen het verhaal wel. Ja, dus dat was een beetje kut. Dus ik verdiende wel meer. En dat kreeg ik hier ook met Aubameyang die er 1-1 van maakte. Maar ik zat echt zo van, toen hij die goal maakte, van wauw, dit was echt bijna gewoon een kopie van die goal van Sigtorsson onderhand. Met die voorzet van Schöne. Het was iets anders. Maar hij leek er vertiefd veel op. Hier trouwens zijn tweede schot van de wedstrijd. Of nou ja, ja. Ik zou maar niet zeggen dat het een EA-age goal is. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Het was weer echt een zieke kut goal. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Je gaat straks zien. Ik ga het ook wel af en toe weer wat mee hebben. Hier ook weer raak ik de lat, de kruisinglat. Geef ik die bal weer vol. Maar ja, dan kopt hij die bal alsnog in. Toch wel een redelijk gelukkig doelpunt eigenlijk. Van Aubameyang komen we tot 2-2. Dat is helemaal mooi. Alleen niet als hij hier even later fout gaat. Ik zal maar weer niet zeggen dat het op echt een game manier was. Maar ik flipte hem hier echt wel even helemaal uit. Om die weer die kut goal. En die man, ja, je zag het al bij rust. Dat 1 schot, 1 op doel, 1 doelpunt. En uiteindelijk had hij wel wat meer schoten. Maar volgens mij in totaal had ik er nog wel meer. We gaan het hier even heel snel kunnen zien. Ik ga nu even heel goed opletten. Wacht, komt het aan? Nee, ik kon het niet zien. Het ging te snel, maar... uiteindelijk in ieder geval bij rust had hij pas 1 schot. En uiteindelijk, hij was ook niet echt veel beter. Maar deze wedstrijd gingen we met... Ja, wel Schieber in de spits. En we kwamen tegen een heel goed BPL-team. Maar zoals ik al zei, af en toe zit het geluk ook aan mijn kant. Hier kreeg ik die bal. Dit was eigenlijk niet zo heel gelukkig. Dat was gewoon een goede actie. Maar bij deze goal, dan zit het geluk wel een keer aan mijn kant. Dat die bal precies goed terugvalt voor Sahin. En in de 45e minuut schiet hij alweer de 2-0 binnen. En dan gaan we toch wel lekker divisie 4. De eerste wedstrijd verloren. We moesten ons wel een beetje herpakken. Maar dat gingen we hier dan ook doen. Want hier is Socrates die dan de 3-0 binnenkopt. En dan is de wedstrijd beslist. En 3-0 is ook uiteindelijk de eindstand. Pakken we onze eerste 3 punten in divisie 4. En ja, dat is lekker. Je moet 19 punten halen voor 9000 munten. Meen ik of voor 9700. Ik weet het niet zeker. Ik denk 9000. Dus ja, dat wil ik het liefst natuurlijk halen. Anders krijg je maar 7k munten als je 16 punten haalt. En de 10 punten voor niet te degraderen moeten we eigenlijk simpel kunnen halen. Dus volgende wedstrijd gaan we weer lekker verder. Bender hier met een paas op Sahin. Die 2 verdedigers stappen terug. Zijn keeper komt heel dom uit. Of hij laat zijn keeper heel dom uitkomen. Waardoor header OP Aubameyang de bal maar weer eens in kan koppen. Die scoort deze aflevering volgens mij echt heel erg veel. Dit is alweer zijn derde volgens mij. Of misschien, nee, wel meer trouwens. 2, 3, 4, ik denk zijn vijfde. En hier komt dan nummer 6 ook aan. Ik had ook lag, want je ziet hier... We hadden weer eens last van een befaamd iemand van... Jawel, McDonald's internet, echt. Deze wedstrijd, het werd steeds erger. Je zag het hier misschien... Ik vind altijd, je merkt het heel goed als je speelt. Maar als je zo kijkt, het valt niet heel erg op dat er af en toe een lag spike in zit. Maar ja, deze goal was op zich best wel geinig. Die goal, eigen goal van Evra. Maakte 3-0. Hartstikke leuk dat hij ook nog zijn goaltje meepikt. En in de 90ste minuut, kijk hier, Schmelzer. En ik zie opeens, hey, de keeper. Dus ik schiet. En ja, die bal ging er eigenlijk
best wel lekker in hoor. Ondanks dat er geen keeper in de goal stond, schoot hij die bal gewoon prima binnen. Mijn linksbackje Schmelza. En 4-0 is uiteindelijk ook de eindstand. En we gaan naar 6 punten in deze divisie. Divisie 4. Ik wil hem gewoon eigenlijk gewoon als kampioen afsluiten. Maar de titel moet toch zeker wat te doen zijn. Overigens, wat ik graag wil vragen. En dat ga ik nou even tegen het einde doen. Zijn er mensen die... Of ja, wat zouden jullie doen? Wagermatches bij Dortmund Go Start of niet? En dan bedoel ik geen wagermatch van 100k. Maar gewoon 10k wagermatch. Gewoon max. Of alleen maar. Geen 5, geen 7. Gewoon alleen 10k wagermatches. Om dan toch iets sneller mijn doel te bereiken. Het is aan jullie de keuze. Als jullie zeggen nee, ik kijk gewoon naar wat de meeste stemmen, zeg maar. Echt gewoon... ja, gewoon meest stemmen gelden, weet je wel. Ondertussen in de derde minuut... Oh, wacht trouwens. Laat dat dan even achter in de comments, hè. Dus in de derde minuut... Aubameyang die scoort met een gekke karate kick. En dat was al zijn ziek... Ja, weet ik veel. Hoeveelste doelpunt van aflevering. En hier komt er dan maar nog één bij. Volgens mij maakte deze aflevering echt een stuk of 7. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval... wel komen 2-0 voor al heel snel. Ja, hier wel weer een beetje op een fucked up manier wordt het 2-1. Maar ja, ik kan het voor het hebben. Ik ben het voor het gewend. En ondanks dat ging ik gewoon lekker door. En ja, deze 2-1 was misschien wel een beetje kut. Maar hier, jawel. Blazikowski die doorkomt. En dan de bal goed teruglegt op Mkhitaryan. En dan zit het geluk weer een keer aan mijn kant. Hij beukt gewoon iemand aan de kant. En loopt gewoon door heel die verdediging heen. En maakt er 3-1 van. En dan mag ik het eigenlijk niet meer weggeven. En ja, het werd nog wel even heel erg spannend. Dat kan ik zeker zeggen. Hier Ibarbo... Met een goede paas op Totti. Totti met een nog betere paas op Ibarbo. Een hele domme sliding. En dan schiet hij hem in de korte hoek. Voor de 3-2 in de 40ste minuut. En heel de tweede helft heb ik hem gestrest. Maar het is me uiteindelijk gelukt. Jawel. Ik wist de 3-2 voorsprong tot de 90ste minuut te bewaren. En het was wel heel erg stressen. Hij kreeg nog rood met Benatia. En ik kreeg nog ziekelijk veel kansen. Maar het werd uiteindelijk 3-2. Je kan nog wel wat stressmomenten eigenlijk in de laatste paar minuten. Maar ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Kijken of we weer zoveel duimpjes kunnen halen met 200, 300 neem ik genoegen. Maar 460 zou leuk zijn. Bedankt voor het kijken. 9 punten in divisie 4 nu. En later mensen.